Heel goeie avond iedereen. Welkom bij De Afspraak. We hebben weer vier interessante gasten vanavond. Een politicus die in de aandacht staat. Een kritische stem die overal over kan meeleuteren met een vleugje humor. Een actuele gast uit het werkveld die voor het eerst op tv komt en dus een beetje zenuwachtig is. En natuurlijk een vrij onbekende schrijver van een boek. Dag schrijver van een boek, ik begin bij u, want we gaan het pas helemaal op het einde over uw boek hebben. En anders zit u er wel heel lang voor spek en bonen bij. Ja, dank u wel. Een boek dus. Een boek, inderdaad. Oké. Politicus, ik heb een aantal kritische vragen voor u. Wat gaat u concreet doen aan de actuele situatie? Wel, concreet is natuurlijk iets dat ze in de politiek niet graag horen. Hè? Om nog even terug te komen op uw concrete vraag. Ik ga eerst een beetje ontwijkend antwoorden en dan ga ik tot in den treuren het standpunt van mijn partij herhalen. Ja, maar daar zal de kritische analist wel gepast en licht humoristisch hopelijk op reageren. Ja, uiteraard. En ik heb ook nog een leuk weetje opgezocht over het thema om te bewijzen dat ik echt van alle markten thuis ben. Ja, dat kan u, een actuele gast uit het werkveld die vandaag voor de eerste keer op tv komt en een beetje zenuwachtig is, wel bevestigen, denk ik. Nee, ja... Ik heb eigenlijk alleen niet ingestudeerd op de vragen die we vooraf hebben doorgenomen. Dus lever geen bijvragen, want dan kan ik niet uit mijn woorden geraken, denk ik. Anders zal ik even tussenkomen met een opmerking die ik vaak aan mijn boek kan linken, maar die eigenlijk niet echt ter zake doet. Ter zake is een ander programma, denk ik. Dat is een vleugje humor, hè. Ik lag mijn tegenzin om goed over te komen op beeld. Schitterend. En dan is het nu tijd voor een vleugje literatuur. Dag schrijver, u schreef dit boek, een aanrader. Dank u. Ik lees trouwens ook regelmatig een boek. Fantastisch toch, als iedereen hier aan tafel gezellig met elkaar meepraat. Jammer genoeg zat onze tijd er een kwartier geleden al op en zal de aflevering van De Ideale Wereld dus een kwartiertje later starten. Net zoals gisteren en zoals heel vorige week eigenlijk. Dit was elke aflevering van De Afspraak. Bedankt voor het kijken. Dag.